Hallo kijkers van Shine Sprites, de Dynamic Duo is eindelijk terug. Ik ben samen met Gaming SB voor de Pokémon Glowing Garnet, Shiny Cage Lock. Het is hem, de real one. Het is hem zeker, we zijn zeker met de real one. Ik heb zo'n modderig kippie en jij hebt zo'n zwart kippie. Ja, zeker. En ik weet al hoe ik hem ga noemen, ik ben zo hype. Oh, hij weet hoe hij hem gaat noemen. Ja, dit is echt een superleuke naam. Volgens mij is dit Milan's favoriete karakter. Jamper. Nee. Oh. Wacht, ik mag hem nog niet benoemen? Nee, dat mag game. Straks pas. Game. Hoezo is het bij mij 's nachts en bij jou dag? Waarschijnlijk verandert hij dat straks omdat jij hem tegenkwam toen jij in het donker, zeg maar. Snap je? Dus ik denk straks dat hij dat... Resetting. Oh nee, ik denk niet dat hij dat resetting. Hij neemt de tijdklok over wat hij toen stond dat jij die save deed maken. Ah, crazy. Even voor de mensen thuis. Ik ga zo meteen de regels van dit hele verhaal uitleggen. Wel is het even zo dat ik 2,5... Nee, langer denk ik. Ik denk 3 uur over het vinden van een shiny 1 op 100 heb gedaan. En weet je hoe lang Sander erover heeft gedaan? 5 minuten. Dat weet ik daar. Oh ja. Ja, dat klopt wel. Hier, dit is hem. Kan ik, wow. Kan ik met? Die vlammer tornado? Ja, sowieso. Het kan helemaal. We gaan hem helemaal afmaken. Axel the Blazing the Blaze. Heel ziek. Voor de mensen thuis, Glowing Garnet is een ROM hack van Pokémon Omega Ruby. Daarin zijn heel veel stats aangepast. Er zitten nieuwe Pokémon in, als in Delta-versies van Pokémon. Als jullie trouwens de Harmony Cage Lock hebben gezien tussen ons, dat was dezelfde soort ROM. Dat was super leuk met die klote Muna die mijn Sandile wanted KO'd. Nee, super leuk. Sander is nog steeds salty. Nee, joh. Het is dus een cage lock, dus na elke gym doen wij zo'n match van de cage. In elke route mogen wij een shiny Pokémon vangen, 1 op 100. Als we dat tijdens de aflevering moeten doen, betekent dat wij de speedknop mogen gebruiken. We kiezen ervoor om de speedknop wel alleen maar te gebruiken als we aan het hunten zijn. Ik heb wel alvast heel even gekeken, alvast even voor de eerste paar gyms, wat de level caps zijn. We hebben ook afgesproken dat we alleen levelen met rare candies, of tenminste dat we levelen met rare candies, om niet over de, om geen stats aan te passen, zeg maar. En dat je dus handmatig erbij doet, omdat ik niet weet wat de move pools zijn in deze ROM hack. Dus dan kunnen we ook niet online opzoeken, zeg maar, van dit zijn de items, of dit zijn de moves die we horen te krijgen. Even één korte vraagje. Ja. Heb jij zo'n broek aan? Want dat was smarty pantsing. Oh, dat is leaving me, jou. Er zitten dus Delta Pokémon in. Sander, weet je nog dat ik toen wij aan het voorbereiden waren met het vinden van de shiny starter, dat ik tegen jou zei, Torchic zag er eerst anders uit? Ja. Nou, ik had dus een plaatje gezien van Delta Torchic. Delta Torchic is ijs. Wat? Vandaar dat je blue dabba dee dabba die. Ja. Nu snap ik hem. Je bent zo'n pantsing. Beter heeft deze Sixekoon geen guts trouwens. Namelijk woest. Woest. Oké, nee, het is saved by the bell. By the belling. Nou. Het leuke aan deze game is dat je gewoon heel veel routes in het begin hebt om Pokémon te vangen. Zekering. Oh ja, trouwens, voor de mensen die denken, Sander, waarom kijk je steeds naar links en loop je achter? Ik weet niet hoe deze game werkt. Weet jij niet hoe deze game werkt? Jawel, de original ongeveer. Maar... Dat is exact hetzelfde als het original. Dat is niet waar, die hele ene town die is helemaal en dan gemaakt. Ja, Mawile. Ja, die is helemaal vies gemaakt en zo. Vind je? Ik vind hem wel beter eigenlijk. Vind je hem beter? I don't know. Bato van de Water Tribing. We hebben nog geen Pokéballs, dus mocht ik doodgaan is dat nog niet erg. Alvast een FYI. Wacht, oh ja, ik wou healen. Ik wou wel healen. We waren nog in de uitleg bezig. Wij kunnen een cage match punt verdienen door een cage match van elkaar te winnen. Dan unlocken wij ook... voor de Pokémon die wij gebruiken, een hoe noem je dat? Een soort perk.
Ja. Perk, ja, perk. Dat is een goed woord. Ik weet niet hoe je dat in Nederland zegt. We noemen het gewoon perk. Ja. Er zijn drie mogelijkheden. Een revive, item usage of TM usage. Ja. Je mag een Pokémon maximaal maar 2 keer gebruiken in een case match. En je kan dus per cage match een punt verdienen. Voor de laatste cage match, dat is de cage match na de, na de league, zeg maar. Doen we een 6v6 als je nog Pokémon over hebt na je league. We hebben wel gedaan dat het iets leuker voor ons blijft. Dus dat we de serie sowieso kunnen afmaken. Is dat op het moment dat iemand blacked out, krijgt de andere een cage match punt. En dan mag hij zijn team of aanvullen uit zijn box. En als je niks meer in je box hebt, mag je 3 nieuwe shinies vangen in 3 willekeurige routes. Ja. En de andere krijgt dus, bij elke wide-out krijgt de andere een case match punt. Een case match. Zo. Ja. Dat waren denk ik de belangrijkste dingen. Dus dan halen we het in ieder geval tot het eind. Dat is wel leuk. Dat is zeker leuk. Zoals ik zou zeggen, zeer leuk, King. Zeker, zeer heel ziek, King. Sander, hoe lang is het geleden dat wij een serie hebben gedaan? Volgens mij minimaal 80 jaar. Maar ik kan er 5 jaar na zitten, hoor. 5 dagen bedoel ik, 5 dagen. Gaat het een beetje met school? Zullen we het over de leuke dingen hebben? Ja, okay. Okay. Nee. In principe gaat het goed. Ik ben dingen aan het afronden, dus dat is wel fijn. We all love afronding. Ja, want weet je waarom? Want het is zo'n Engels leenwoord. Ah, daarom. Ja, precies. Ja, ik zat dan met Nando echt te kijken en ik dacht, oh, ik mis dit. Yeah. Ja, niet de casebook, want die was ik aan het kijken, maar ik bedoel meer zo van... Gewoon opnemen met de boys. Zeker. Weet je waar ik vanaf volgende aflevering heel veel zin in heb? Het intro momentje? Ja, ik doe altijd alsof ik het kut vind, maar ik vind het gewoon eigenlijk hartstikke leuk. Echt? Ik vind het alleen kut als het me editwerk kost. Anders vind ik het... Meestal kost het geen editwerk, toch? Nee, dat klopt. Behalve die ene keer. Ja, en die andere. Ja, en die. Overigens is het, dat heb ik volgens mij ook al met jou over gehad, dat het best wel nice is in deze game dat je de decksnaf hebt, dat je dan een beetje gericht kan hunten. Ah ja. Alleen dan is het, dat is wel lastiger met de speedknop. Ja. Speedy Gonzales. Doe ik iets niet goed? Oh, ik heb mijn ability nog niet gecheckt. Heb ik inderdaad echt de Blaze ability? Of heb ik... Fast Guy. Hoe noem je die ability? Ja, de speed boost. Maar heeft Torchic al speed boost dan? Ja, toch? Of pas Blaziken? Combusken heeft sowieso ook speed boost, maar of Torchic hem al heeft, dat weet ik niet. Ik ben wel benieuwd. Heeft die Blaze zoals de naam? Je kan hier Scyther vangen? Blaze. Sick. Dat is wel een cooling guy. En mooi voor de training met zo'n fire typing. Ja, dat is waar. Oh, ik moet waiting? Don't waiting on the sunshine. Whoa. Wat? Dat is niet hoe dat liedje gaat, trouwens. Nee. Maar dat boeit niet. Want we hebben fun. En fun is... Oh, de level... De F, hè, die staat voor... voor feest, dat doe je met vrienden? Yeah. Ja, die... De eerste level cap is trouwens 18 en het duurt best wel lang voordat je bij gym 1 bent in deze game. Oh, oké. Zie, ik zei toch. Ik weet niet hoe deze game werkt. Nee, je moet eerst straks route 2 door en dan moet je, hoe heet die? Die Paddleburg door en dan moet je langs het strand. Is route 2 daar bij die Rich trainer? Zo meteen als je bij de volgende, bij het dorpje bent, dan naar links. Daar is, ik bedoel naar Petalburg en dan links. Daar dacht ik aan. Daar zit zo'n rich boy. Wow. The more you know. The more you know. Dat is vlak voor de Petalburg Woods. Er staat zo'n gozer en die doet ze van, oh, ik ben rijk, ik heb alles voor elkaar. Oh, nee, dat is na Petalburg.
Dat oh, dat is na Paddleburg. Oh, ja. Dat kan ook. Weet ik het. Ja, nogmaals, ik ben niet expert in Hoenn. Oh, wat is dat? Is dat een... Oké, niet out of context halen alsjeblieft. Jongens. Oh, maar dit kan ik helemaal niet, want ik kan niet zo... Dat doen. Is wel... Dat is super kut aan het hebben van... aan het niet hebben van een controle. Huh? Wat doe ik? Oké, ik weet niet. Oh, ik zit gewoon... Oh. Ik zit gewoon naast mijn dinges te werken. Ik denk al, wat gebeurt er? Moet ik dit doen voordat het... voordat we verder kunnen of... Want hij is nu wel weg. Loki, ik zou wel een Wurmple willen hoor. Ik zou niet ontevreden zijn met een Wurmple. Nee? Ja. Ik bedoel, als dat zo'n Destax wordt dan... Ja, sure. Ik wil wel zo'n Nee, ik wil ook geen Zigzagoon. Ik wil wel zo'n Scyther. Scyther zou ik nog liever willen natuurlijk. Maar ja, die is wel rare. Poochyena wil ik ook wel. Poochyena voel ik ook wel, maar... Ik voel alleen Zigzagoon eigenlijk echt niet. Fuck jou, Zigzagoon. Nee, grapje. Dat laat ik voor de dames ook. Voor de mannen. Dit is blijkbaar mannelijk. Voor degene die dat wil, laat ik het zo zeggen. Inclusive. Is dit een hotel? Want ik ben all inclusive. Later wordt het wel beter, want later kunnen we horde encounters doen. Horde encounters? Maar Milan, ik wil eventjes met jou over iets hebben. Ja, waar wil je het? Dat is zeer belangrijk. De verraders. Oeh, ja. Ik heb de laatste aflevering nog niet gezien. Ik weet niet... kijk jij met tv mee of kijk jij via Videoland één dag, één week van tevoren? Nee. Oh, via Videoland. Maar ik heb de laatste nog niet gezien die op Videoland stond. Oké, dan denk ik dat jij bijloopt met mij. Oké. De laatste is dat Kim erbij is gelapt. Bijgelapt? Of nee, niet bijgelapt, bijgeroepen, sorry. Oh nee, ik heb al één verder gezien. Oh, oké. Oeh. Wie is de laatste die er bij jou uit is? Tom. Tom en Tom. Ja, oké. The rest is sure. Volgens mij is er bij mij daarna nog iemand uitgegaan, denk ik. Ja, dat... misschien niet. Volgens mij zijn we wel op dezelfde... Ding. Wat vond je ervan? Gewoon... Ik vind het best wel vet dat zij zo doet. Nee? Kijk, ik heb er moeite mee, maar ik moet zeggen, Kim had bij mij sowieso al een streepje achter. Ja? Oh, dat had ik helemaal niet. Nee? Vond jij niet fucking irritant? Nee, helemaal niet. Nee, vind veel irritantere erin zitten. Zoals? Ik vind die Ebru, die vind ik irritant. Vind je die? Oh, die vind ik helemaal niet irritant. Ik had twee irritatiepuntjes. En dat was die is er nu uit, Amin. Oh ja. Die vond ik echt vreselijk. En daarna Kim. Ja, ik weet niet. Gewoon. Nee, dat weet ik niet. Ze is zo voorop en alles. En ja, ik krijg een beetje het gevoel, alles draait om mij. Kijk mij, hoi. Hey, alles draait om mij trouwens. Dat gevoel krijg ik bij haar. Maar, dus wel bij mij sowieso al een streepje achter. Maar ik vond het... Kijk, op zich... Ik snap wat ze doet. Mhm. En ergens geef ik er ook wel gelijk. Maar ik dacht wel van... Oké, ze hebben net die eet afgelegd. En dit mag dus gewoon. Zeg maar gewoon iedereen onder de bus gooien van je verraders. Ja. Dat vond ik een beetje tegenstrijdig, zeg maar. Oh, als ze ja, die eet niet had afgelegd... Dan had ik zoiets gehad van... Oké, I don't like her, but... Ja, nee. Ik goed gespeeld. Ja. Weet je, het gaat er uiteindelijk om te winnen. En wat zij doet is fucking slim. Want zij wordt nu eigenlijk helemaal, kan zij nooit meer verdacht worden. Ja. Want zij zit al elke keer allemaal op de goeie. Ja. Ik zou het wel super kut vinden als ik zelf de verrader was en ik had er iemand bij geroepen die dat doet. Maar ja. Ja, dat. Maar ja. Vecht jij ze ook nog allemaal? Nee. Eigenlijk. Oké, dan moet ik eventjes tone it down a bit.
Ja, nee, maar voor de rest, ik vind het superleuk. Ik vond het wel super jammer dat Tom eruit ging. Want ondanks dat het er wel aan zat te komen, ik vond Tom gewoon een heel leuk. Ja, lekker chillen gast. Ja. En Isène vond ik trouwens ook jammer, want die... Ja. Die deed het, totdat ze verdacht werd, deed ze het eigenlijk echt verrassend goed. Dat komt ook omdat zij het precies speelt hoe ik het zou spelen. Ja. Gewoon chill, rustig aan, niet overal altijd maar je bek open trekken. Ik zou me echt heel erg irriteren aan Ebru. Ja. Die overal wat te zeggen heeft, maar eigenlijk niks zegt. Ja. Ik hoop wel, zeg maar, ik ben eigenlijk altijd voor de verraders. Maar ik vind, want Mo heeft echt mijn hart gewonnen, man. Echt, die zit zo goed. Ik hoop gewoon echt dat hij wint. Mm-hmm. Gewoon, I don't care. Al die verraders kunnen eruit vliegen, zolang Mo maar wint. Ja, ik vind hem echt zo'n mastermind. Ik hoop gewoon dat hij wint. Ik vind dat hij het zo goed speelt. Ja, geniaal. En wat vind je van de Vlaamse Mol? Ja, ook superleuk. Ja, daar zit ik echt elke keer van te genieten weer, hoor. Ja, dat snap ik wel. Heb je die laatste aflevering ook gezien? Ja, zeker. Maar daar werd bij de pasta-duel, ik stond echt versteld hoe slim. Gewoon als verliezend team gewoon allemaal foute dingen gaan noemen, zodat de anderen er volop heftig in gaan. Ja. Ik dacht echt, oh, wat een mastermind. Ik vond het wel jammer dat Philippe eruit ging, though, maar... Dat was wel echt even... Oeh. Ja, dat vond ik ook wel jammer. Die vond ik echt pijnlijk. Al moet ik zeggen, degene die ik graag uit wou, die was er al uit. En van mij had ik nu zoiets van, nou, ik vind iedereen wel prima eigenlijk. Hm. Want wie wou je eruit hebben dan? Die Caroline, die er als tweede uitging. Daar had ik echt helemaal niks mee. Nee, dat snap ik wel. Nee, ik snap wel waar je vandaan komt. Ik had die eerste guy die afviel, dacht ik ook wel van... Hij leek me ook wel een leuk persoon, hoor. Ja, ik vind het echt wel weer een leuke groep. En er zitten ook echt wel een paar pittige figuurtjes tussen, maar dat is niet erg. Zeker. Oh, Lex Spikey. Ik heb de Shiny Luck weer tegen, hoor. Wat ze vlot. Ha, maar ik heb ook nog geen Shiny. Nee, dat is waar. Maar dat wordt straks wel anders op het moment dat wij... de honing hebben of de sweet sandering. Honey. Honey. I'm home. Zeg je dat? Zijn no. Als je zo'n lijn hebt, hè, dan zit jij dus hier en ik zit hier. Blaming the drift. Blaming the drift. Yo, Poochyena, die ken ik. Dat is van die Pokémon trouwens. Ken je dat ook? Dat ken ik wel, ja. Oké. Ik wil zo'n rode Poochyena. Een red one? Is die fire type? Oh, nee, dat is niet hoe shinies werken. Nee, dan moet het een delta type zijn. Dan is het een andere type. Zoals delta Torchicking. Ja, dat was vroeger bij Pokémon kaarten ook, hè? Ja, dat was echt vet. Ook delta species. Ja, delta species. Dat was echt vet. Daar is het sowieso ook op gebaseerd. Ja, anders hadden ze het niet delta genoemd. Denk ik. Zit Fairy nou eigenlijk wel in de game? Of is het weer zo'n aparte dat is een type? Goeie. Ik denk wel dat hij in de game zit. Yo. Anders zou dat Fairy zijn. I see what you did there. Maar, ik heb dus Bato van de Water Tribe, hè? Ja, yo, je hebt Bato van de Water Tribe? Hoe dan? Pas op hoor, want straks worden er briefjes verkreukeld en zo. Dat wil je niet. Ja, precies. Informatie achtergehouden. Ja. Hey, weet je wie ik hoop dat die in deze game zit? De Seeking. En Slugma. Seeking. Want die wil ik callen. Slugma zit sowieso in deze game, want dat heb ik al gezien. Game. Gaming. SB? Gaming. I love the gaming. Sick Sack Goon. Oh ja, ik was vergeten dat ik speed kon. Nee, ik ben dat is niet losable. Heel smarty pantsing van je. Heb je de pants weer uitgedaan of zo? Ja, ik denk het. Gulpstond open. Oh ja, dan werkt hij niet meer, hè. Dat weet je.
Voor de mensen thuis. Er zullen dus best wel van dit soort afleveringen in zitten. Maar gelukkig hebben we altijd wel wat om over te praten. En het zal niet super vaak stilvallen. Maar ja, er zitten van die grindings in. Dat is nou helemaal zo. En het is geen level grinding, maar het is shiny grinding. Het is ook met de E. Voordat mensen denken van, wat? Die grinder? Wat? Dag wat. Het is met de E. Of is, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet dat Tinder wel zonder E is. Dat blijf ik nog steeds raar vinden. Wacht, wat? Oh, als een datingsapps. Ja, maar Tinder is toch wel met een E? Is het wel met een E? Oh, volgens mij wel. Oké, misschien... Ik snap wel dat jij meer weet van Grindr dan van Tinder. Hoor. Dat snap ik wel. Maar... Auw. Nee, boeien. Sandring. Oh, eigenlijk moeten we binnenkort eventjes een datum gaan prikken dat we elkaar in de zomer weer kunnen zien met z'n allen in. Ja, dat is goed. Dat is zeer goed. Met Paddying en Nandoing en Jordying en Mikey. En Mikeying. Dan denk je, ja, maar Sander, je hebt een Mike voor je staan, maar dat is niet de goeie. Nou, dat is ook wel een goeie. Mike maar met een C. Dat is ook een hele goeie, maar dat is niet die Mikey. Ja. Tortjiki? Oh ja, normaal noem ik hem altijd Tortjiki. Nu heb ik hem Axel Blaze genoemd. Jij bent in Azuma 11 vibes. Ik ben in de Avatar vibes. Ik weet wel wat ik mijn volgende Ice type ga noemen. Nu. Axel Ice? Nee, Sean Frost. Is dat ook van in Azuma? Ja! Wat? Nee, gas dat op. Jij weet niet wie Sean Frost is? Nee. Deze man. Oké, dit was een serie. Bedankt voor het kijken, jongens. Wow, wat een aardig man. Gast, je kent Sean Frost toch wel? Nee. Oh. Is hij koud? Oh. Ik moet straks even tussen de opnames door. Even een boze tweet plaatsen. Nee. Hoe dan? Ik vind het wel gek. Echt hoor. En dan leek deze man te zeggen dat ik niks over voetbal weet. Hij kent Sean Frost niet eens. Pfft. Wow, wat een haat. Dat is de Frost speler van Inazuma. Duidelijk. Ja. Maar de vlammenspits die hebben we in ieder geval. Wat zeg je nou? De vlammenspits. De vlammenspits. Axel Blaze is de vlammenspits. Dan moet je wel een firespin noemen. Ik bedoel leren. Dat kan. De vlammertornado die er is. Dat is wel vlammentornado. Vlammentornado, zegt hij dan. Ja, hij kan het beter. Maar ik deed mijn best. Meer dan je best kun je niet doen ofzo. Yo, Wurmple? Waarom is hij niet shiny trouwens? Dat snap ik niet. Ik vind het wel echt jammer dat ik geen shiny reaction had opgenomen, want het was echt heel komisch. Ja. Ik zei zo van, weet je zeker dat hij niet shiny locked is? Tada! Ja, weet je zeker dat hij niet shiny locked is? Plink! Dat was echt mooi. En wij hebben gewoon 3 uur zitten kijken naar hoe Milan shiny Mudkip probeert te doen. Ja. Daarna, hè, een dag later, krijg ik een appje. Maat, dit meen je. Ik zeg, heb je hem? Ja, één encounter. Oh, deze dat man. Was echt niet leuk. Dat was pijnlijk. Side tips neer. Oh, zit hoe heet die? Niemand? Side er erin? Je weet wie ik bedoel. Nee. Ja, die. Nee, toen was deze romhex bestaat al even. Nou, ja. Weet je waar je het vandaag in de monotype over had? Die online is. Over Glowing Garnet. Garnet bedoel ik. Ja. Oh! Lekkering Sander, jij bent on the shiny spree. Ik weet niet wat dat was trouwens. Dat was gewoon... Dat voelde... Zo... Mijn kat. Die kei me echt aan met wat doe jij?
Lekkering. Oh ja, in deze game is het nog, hoe noem je dat? Eerste route 100% catch rate. Ah, ja. Oh. Ja, Kat, ik doe weer normaal. Kijk maar, gewoon normaal. Hoe moet ik een worm noemen? Wat wordt die? Hij wordt een Dustox, sowieso. Of een Beautifly. Beautifly. Dit is het lastigste moment ooit in mijn leven, denk ik. Nee, dat is niet waar. Wow, de bar is low. Dat is niet waar. Wat is een goede worm? Ik dacht ineens aan Rufus, maar dat is een naakte molrat, dat is geen worm. Maar ja, het wordt een vliegende beest. Hoe heet die worm van SpongeBob? Worm, weet ik veel. SpongeBob. Ja, mijn beeldscherm is nu even heel saai trouwens. De Alaskan Boelworm heet die. Oh ja, de Boelworm. Dat gaat niet passen, Sander. Dat kan ik je alvast vertellen. Jawel. Dat gaat wel passen. Alaskan Boel? Ja! Oh, die voel ik. Hij past echt precies. Die voelde ik wel. Oké, mee. Ga maar even... Ja, laat die healen, wou ik zeggen. Dat deze ook gewoon, hè. Wat een cutie girl. Cutie girl. Yo, is dat party, Arnie? Want dat was al cutie girl. Als we een shiny Meryl vangen, dan moeten we hem Arnie noemen. Volgens mij... Oh, dat is trouwens nieuw voor de mensen thuis. Want ja, zo lang hebben we het ook niet opgenomen, denk ik. Ja. Ik heb een crush. Party Harley, ja. Je mag niet op Twitch reageren in de chat. Want dat is voor mij gereserveerd alleen. Oh. Ik mag het alleen. Ja, en wat vrienden heb ik uitgenodigd. Zoals Mio mag eventueel ook wel reageren. Maar in principe... dat zijn de enige. En Nanowing natuurlijk. Die gun ik het ook wel, maar in principe... Eeuw, dat is een lelijk beest. Dat was een andere reactie als die ik gaf. Het contrast. Als ik wit was, dan was jij zwart. Eerder andersom, denk ik. Maar, je snapt ook. Zullen wij de aflevering beëindigen? Dan gaan jullie volgende aflevering zien hoe Sander een shiny vangt in die route en ik... Hopelijk ook in deze route. Bedankt voor het kijken van de eerste aflevering. Ik heb er super veel zin in. Het is een beetje low pace. Daar moet je een beetje van houden. En anders doe je hem lekker op 2x speed kijken. Ja. Adios. Amigos.